P.A.S. van Limburg Brouwer. Schrijver die, denk ik, heel weinig mensen kennen. In ieder geval, voor ik dit boek schreef, kende denk ik bijna niemand de 19e eeuwse van Limburg Brouwer. Maar dit was een man die totaal gefascineerd was in de 19e eeuw door het land India. En dat terwijl hij er zelf nooit is geweest. Dus ik vroeg me af, hoe komt het dat een Nederlander in de 19e eeuw zo gefascineerd raakt door een land waar hij zelf nooit komt? En wat heeft Nederland met India? Want we hadden daar geen kolonie. We hadden daar wel een paar havensteden waar de VOC geregeld langskwam. Maar we hadden er eigenlijk verder niet echt iets te zoeken. Dus in die zin dacht ik ook, wat is de band dan met Nederland, van Nederland met India? Dus daar wil ik eigenlijk ook over praten het komende uur. En het interessante is dat u dan ook zal gaan nadenken over, wat doet het land India met je? Wat voor verbeelding brengt dat teweeg? Heel veel mensen hebben een heel specifiek beeld van India. India als land van een heel smerig land, of een land van kruiden, of een heel mystiek land met yoga. Iedereen heeft wel een bepaald beeld van India. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de vraag, waarom roept dat land zulke sterke verbeelding op bij mensen? Begon bij mezelf overigens al vroeg. Ik was 3 toen ik voor de eerste keer daar kwam in India. Mijn moeder nam me mee op een boeddhistische reis langs alle pelgrimsplaatsen van de Boeddha. Dat heeft heel veel eigenlijk indruk toen al gemaakt op mij. Ik weet nog heel goed, de eerste jeugdherinnering is dat ik 3 was. Ik kwam aan s'nachts in dat vliegtuig en ik zie al die lichtjes van Delhi. En mijn moeder zei, dat is India. Dat is echt mijn eerste jeugdherinnering geweest. En sindsdien ben ik er 7 keer geweest. Ik heb in Leiden geschiedenis gestudeerd, maar ook Indiase talen en culturen. Omdat ik altijd eigenlijk met dit land bezig ben geweest. En ik ga ook steeds weer terug. Ik ga komende maand weer voor 2,5 maanden naar India. En zo is dat eigenlijk een beetje geboren. Toen ik in Leiden ging studeren, Indiase talen en culturen, toen zocht ik op een gegeven moment naar een onderwerp voor mijn scriptie. En ik wilde eigenlijk heel graag mijn scriptie schrijven over een Nederlander in de geschiedenis die gefascineerd was door India. Daar was ik naar op zoek, maar die zijn er zo weinig. Er zijn eigenlijk heel weinig Nederlandse schrijvers die over het land schrijven. Tot mijn scriptiebegeleider zei, er is 1 schrijver die bijna niemand kent, die schreef over India, dat is van Limburg Brouwer. En toen gaf hij mij dit boek, wat nog in de jaren 50 nog een keer opnieuw is uitgegeven. Het boek heet Akbar. Het is de enige roman die van Limburg Brouwer schreef. Een boek uit 1872. Ja, en ik weet nog goed, ik sloeg het open en ik zag zinnen. Ik was gelijk daar helemaal door betoverd. Ik zal 1 zin voorlezen. Het is een hele mooie zin over een tijger. Eentje hoor, ik ga niet allemaal citaten doen, maar eentje vind ik wel leuk. En dat is de zin, dat is nog de voorreden. Nou, ik kan het iets sneller vinden in deze editie, want het boek is namelijk ook tegelijkertijd met mijn boek weer opnieuw uitgegeven. Dus dat is ook perfect. De zin is, en dit is 1 zin, hè? Diep gedoken en als verborgen in het hoge gras der berghelling lag, behagelijk uitgestrekt, een grote, vrij gevlekte tijger, dromend en als in wijsgerige rust opziend, nu eens naar de hoge sneeuwkruinen, dan weer de ogen sluitend voor het nog schelle licht en omlaag starend naar de lieflijke groene vallei, die daar beneden zich uitbreidde tot waar nogmaals andere berggevaarten hun toppen verhieven, om ten laatste samen te smelten met de wazige, veelkleurige, getinte horizon. Nou, toen ik dat las, dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen. U kunt ook denken, wat een langdradige schrijver. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg lyrisch. En ik zal 1 foto laten zien van deze van Limburg Brouwer. Iets als jij vonden. Dit is de man waar het vanavond over gaat. Een man van wie ik u zal proberen te overtuigen dat dit de interessantste man uit de 19e eeuw is. In tijden van Donald Trump, zou ik u zeggen, zou dit de man geweest zijn die tegen Donald Trump hebben gezegd, nee. Wij gaan voor tolerantie. Wij gaan voor een maatschappij waarin mensen vreedzaam naast elkaar leven. En daarom zal ik u even iets kort uitleggen over de achtergrond van deze man. Dit is van Limburg Brouwer, die is in 1829 geboren in Luik, toen nog Nederland. En hij werd geboren in een echt schrijversgezin. Zijn vader was ook, die heette ook Petrus van Limburg Brouwer. Nee, natuurlijk. Zal ik even snel
Een man uit een echt schrijversgezin. En ze verhuisde toen hij nog heel klein was, verhuisde ze naar Groningen. En zijn vader, dat was toen ongeveer 1830, schreef toen al hele mooie romans. Iets wat heel merkwaardig is, want zijn vader was ook een professor. Doseerde Grieks, doseerde Latijn. En eigenlijk in die tijd is het nog niet oké als je een roman schrijft. Dat doe je als man nog niet. En zeker niet als een man die ook werkt in de wetenschap. In die tijd is wetenschap en literatuur nog... Literatuur, dat doe je in je vrije tijd. Maar zijn vader was iemand die heel vrijzinnig was. En iemand die vond dat je de christelijke kerk vooral niet al te serieus moest nemen, maar daar ook echt kritisch naar moest kijken. En dat je geestelijke, rustig, eigenlijk ook een beetje, dat je daar de spot mee kon drijven. En zo groeide hij eigenlijk op een heel vrijzinnig milieu. Was hij zelf ook. Ik vind het trouwens, dit is even leuk om te zeggen, er zijn twee foto's van Limmer Brouwer. Dit is het meest sympathieke portret. Er is nog een andere foto, die zit geloof ik ook hier in de slideshow. En die ziet u straks dan. Maar ja. In ieder geval, hij verhuist op een gegeven moment, zijn vader sterft en hij is 17 en hij verhuist naar Amsterdam. Het is dan 1847 en u moet zich voorstellen, 1847 in Amsterdam, dat was een enorm bruisende tijd. Alles stond in beweging. In 1848 was de grote revolutie. Plotseling werden we een liberale democratie. En dit was ook een tijd waarin kranten opkwamen, journalisten kwamen op. Er werd veel kritischer nagedacht over waar het naartoe moest met het land. De eerste helft van de 19e eeuw in Nederland was eigenlijk heel erg saai. Heel burgerlijk, gebeurde vrij weinig. Biedermeier-periode noemde men dat. En nu, 1848, lag Amsterdam eigenlijk voor een jonge denker aan de voeten. En daar kon je nieuwe dingen doen. Nieuwe tijdschriften kwamen op. Zoals nu eigenlijk bijvoorbeeld De Correspondent opkomt. Toen had je heel belangrijk tijdschrift, De Gids, wat ontstond. De Gids, misschien kennen sommigen wel, het bestaat nu nog. Tegenwoordig krijg je het gratis bij de Groene Amsterdammer, geloof ik. En is het een meer een hele literaire krant. En toen was De Gids echt een politiek, ook heel belangrijk blad. En wie redacteur was bij De Gids, die deed er toe. En Van Limburg Brouwer werd redacteur bij De Gids, als eigenlijk 19-jarig. Iets wat heel ongebruikelijk was, samen met Potgieter en samen met andere grootheden, mocht hij als 19-jarige man gaan schrijven over politiek en geschiedenis. En hij deed iets wat eigenlijk heel ongebruikelijk was, iets als ik voor mijn slideshow mag krijgen. Want Van Limburg Brouwer, 19-jarige man, gaat over Spinoza schrijven. En in Nederland was Spinoza tot dat moment eigenlijk, het is, nu zien we Spinoza als een van de grootste Nederlandse filosofen ooit, maar tot 1848 was het absoluut taboe dat je over Spinoza schrijft. Want dat was iemand die werd verketterd, iemand die God, die twijfels had of God bestond. Iemand die de Bijbel zag als een historisch document. Daarom is eigenlijk Spinoza altijd in Nederland tot die tijd een beetje doodgezwegen. Maar Van Limburg Brouwer werd helemaal geobsedeerd door Spinoza. En Spinoza, ik zal even kort even Spinoza samenvatten, misschien even, dat is toch wel handig. Even kort Spinoza samenvatten. Maar als ik Spinoza even zou moeten samenvatten, zou ik het zo zeggen. Spinoza ziet de Bijbel als historisch document en niet als goddelijke openbaring. Dat was eigenlijk een van de uitgangspunten van Spinoza. En los daarvan gelooft hij wel in het goddelijke. Maar het goddelijke zit niet in de hemel, maar het goddelijke zit om ons heen. Overal waar wij kijken, in de natuur, daar zit het goddelijke. En je hoort al het goddelijke in de natuur, maar dat zal ik straks vertellen. Het komt eigenlijk ook al heel erg dicht bij Oosterse filosofie en spiritualiteit. Was hij geen Jood? Ja. Hij was ook een Jood. Ja, hij was een Portugese Jood eigenlijk. Heeft hij dan met de Bijbel te maken? Wat? Het Oude Testament was niet. Nou, eigenlijk geloofde hij in geen dogma's. Hij zag niet, hij wilde absoluut niet dat je een document beschouwt als iets heiligs. En dat was natuurlijk, dat lag heel erg gevoelig toen al. En misschien ook wel een heel erg mooi iets. Hij vond, een mens moet altijd zoeken.
zijn hele leven lang. Zoeken naar hogere vormen van waarheid. Zoeken naar waar het om gaat. Of je dat vindt of niet, maakt niet uit, als je maar zoekt. Dat was een standpunt. En Van Limmerk Brouwer liet zich heel erg daardoor leiden. Door dat idee dat je moest zoeken in je leven. Maar waar ga je naar zoeken? Waar zoek je? Dat was natuurlijk de vraag. Niet als je de volgende... Nu kom ik aan op India. Want je moet zich voorstellen, je had natuurlijk in de 15e eeuw heb je in het Westen de Renaissance gehad. Waarbij men eigenlijk voor het eerst sinds eeuwen weer geconfronteerd werd met Griekse en Latijnse bronnen. En men raakte daar enorm weer door aangezwengeld. In de 19e eeuw gebeurde dat eigenlijk met teksten uit het Oosten. Want voor het eerst sinds heel erg lang, en sterker nog, dat is niet eens eerder gebeurd, vonden mensen in het Westen de oude Indiase teksten. Oude Chinese teksten, oude filosofische teksten. En dat bracht heel erg veel teweeg, want die teksten gingen nog verder terug dan de Latijnse en Griekse bronnen. En dat betekende dat er beschaving was voor de Grieken en de Romeinen. Dus dat heeft iets heel erg iets nieuws teweeg gebracht. Dit is bijvoorbeeld een Britse man, Sir William Jones, die ontdekte het Sanskriet, de oude taal van India, waarin men schreef op dat moment. En die ontdekte de Veda's. Ik weet niet of dat u iets zegt, maar in India zijn de Veda's eigenlijk de oudste filosofische religieuze bronnen. Die nog steeds gezien worden als de basis eigenlijk van het hindoeïsme. Het was ook dus heel erg populair om je als denker in de 19e eeuw te interesseren voor het Oosten. Dat was heel erg hip eigenlijk. Heel erg nieuw. En spannende denkers gingen eigenlijk allemaal zich daarop richten. Het is overigens ook niet zo heel erg vreemd. De eerste helft van de 19e eeuw breekt ook de industriële revolutie uit. Nieuwe mentaliteit. Plotseling worden mensen heel erg rijk in het Westen. Geld gaat een grote rol spelen. En eigenlijk was het voor veel denkers juist een manier om je af te zetten tegen die nieuwe geldwereld. Maar je te richten op Oosterse teksten die zich juist weer meer richten op wat er binnen gebeurt. In je geest en in je lichaam. Dus eigenlijk, mensen zijn nu altijd bezig met mindfulness en yoga. Deden het toen ook, maar nog een hele kleine kring en met hele elitaire geleerden eigenlijk. Heb je iets van gevonden? Nou, eigenlijk wat mij altijd heel erg heeft gefascineerd is... Er was natuurlijk veel interesse voor India vanuit Groot-Brittannië. Dat had een reden, de Engelsen waren daar. Die hadden daadwerkelijk er iets aan om die Indiase geschiedenis te bestuderen. Want die hadden daar ook een kolonie. Dus die dachten natuurlijk, je moet ook iets van het land weten om het te kunnen besturen. Maar de grootste fascinatie voor India begon in Duitsland in de 19e eeuw. Verreweg, de Duitse geleerden hebben het meest geschreven over India dan alle andere landen in Europa bij elkaar. En hoe komt dat nou? Duitsland had helemaal geen kolonie in India. Duitsland had er eigenlijk niks te zoeken. Duitse geleerden gingen ook doorgaans niet naar India, maar raakten wel helemaal bevlogen door het land. En dat is een vraag waar wetenschappers al decennia mee bezig zijn. Waarom heeft Duitsland zo'n interesse voor India? Is nog steeds zo, overigens. Maar dat heeft met een aantal dingen te maken. Eén theorie is dat Duitsland aan het begin van de 19e eeuw nog een vaag land was. Het was er was geen eenheid. En India is op een gekke manier een soort mythische broer geworden voor Duitsland. En men dacht, als je India omarmt als cultuur, dan vinden we ook weer onze Duitse volksgeest terug. Het was eigenlijk wel een beetje een vreemd romantisch verhaal. Maar Duitsers zijn heel romantisch. Hè. Toen de romantiek is begonnen in Duitsland. Als ik dat vergelijk met Engeland, ik moet altijd dan denken aan... Als je een Britse tuin ziet, een Britse mooie tuin, in de 19e eeuw, maar nog steeds, is altijd heel geordend. Heel symmetrisch. Een Duitse tuin is altijd een soort een jungle. Hè. Daar moet alles vrij zijn en los. Dat is ook volgens mij een beetje de Duitse romantiek die daarin zit. Maar je had bijvoorbeeld Johan Gottfried Herder, die India zag als een puur maagdelijk gebied. India was het land van de oerbeschaving. Nog voor Rome, nog voor Griekenland had je India. En hij dacht,
Ik denk ook wel dat Duitsland afstamt van India. En daar is toen een theorie geboren. Je had in het eerste millennium voor Christus had je in het noordwesten van India had je een specifieke stam die daar binnenkwam, namelijk de Ariërs. Die werden heel groot in India en heel belangrijk. En zijn theorie was: de Duitsers zouden ook afstammen van de Ariërs. Daar is iets geboren waar Hitler later nog mee is gaan spelen. Het is trouwens ook interessant, daar ga ik vanavond niet over vertellen. Maar het Derde Rijk is ook gebaseerd op hele sterke tekens uit India. Hè? Ik bedoel, het Hakenkruis is in principe een omdraaiing van de swastika, van de hindoeïstische vredesteken. En de term Indo-Germaan, komt die ook uit die tijd van Herder? Indo-Germaan? Dat durf ik niet zo te zeggen, of Indo-Germaan term is van Herder. Het zou goed kunnen, Schopenhauer, bijvoorbeeld, om ook maar even aan te geven hoe romantisch het was om met India bezig te zijn. Schopenhauer, grote filosoof, had een Boeddha-beeldje in zijn slaapkamer staan, rookte 's avonds zijn wierookje. En het verhaal is dat hij zelfs met Indiase gedichten in slaap viel. En, of dat waar is, dat weet ik niet. Maar het ging in ieder geval om dat het heel interessant was om daarmee bezig te zijn. Wietse, als je een slide hebt. Was men overigens in Nederland bezig met India? Nee. In Nederland was men eigenlijk bijna helemaal niet bezig met India. Eigenlijk zelfs niet met Indonesië ook. De eerste grote geschiedenissen van Indonesië zijn niet door Nederlanders geschreven, maar door Britten. Dus mijn theorie is altijd dat Nederland een vreemde plaats binnenneemt binnen Europa. Want op een of andere manier zijn wij heel graag in onszelf gekeerd door de geschiedenis heen. Maar goed, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Maar de eerste Nederlander die eigenlijk voor een breed publiek schreef over India was Van Limmerbrouwer. Hij schrijft in eind jaren 50 van de 19e eeuw een groot artikel in de Gids waarin hij zegt dat India de echte bakermat is van de westerse samenleving. Dus niet Griekenland, niet Rome, maar India. India is puur, schrijft hij. En India's filosofie ligt ook heel erg dicht bij de filosofie van Spinoza. Het idee dat het goddelijke overal zit hier en om ons heen, en dat je eigenlijk maar in het hier en nu moet zijn om het goddelijke te ervaren. Eigenlijk ook wat moderne mindfulness is, hè? Dat je in het hier en nu bent. Dan, dat lag heel erg dicht bij India's filosofie die hij las. Dus dat is heel interessant dat die brug eigenlijk toen is gelegd. En India, volgens Van Limmerbrouwer, was het meest tolerante land ter wereld. In zijn hoofd was het oude India een land waar de hindoes vredig leefden naast de moslims. En dat was, vond hij, allemaal wat Nederland niet was. Sterker nog, Nederland moest eigenlijk meer lijken op India. Dat was zijn standpunt. Weet je, als je de volgende hebt? Maar heel veel lezersreacties kreeg Van Limmerbrouwer ook niet. Want men dacht ook van ja, goed, een geleerde die schrijft over India, wat moeten we daar nou mee? Maar Van Limmerbrouwer kreeg nog een kans. Namelijk in 1864 werd hij politicus. In de Tweede Kamer namens de Liberalen, zoals dat toen nog heette. En in de Tweede Kamer kon hij zijn verhaal kwijt over India. Het is ontzettend leuk om die kamerredes van toen terug te lezen. Want letterlijk elke discussie die in de Tweede Kamer werd gevoerd over het koloniale debat, over moeten we dit doen in Nederlands-Indië of moeten we dat doen in Nederlands-Indië, die kaapte Van Limmerbrouwer eigenlijk om steeds maar weer te zeggen, nou Indonesië, eigenlijk zouden we moeten kijken naar de geschiedenis van India. Want als we daar naar kijken, dan weten we waar de echte roots liggen van het oosten. En wat we dus ook moeten doen met onze administratie in Indonesië. Dus elke discussie gebeurde steeds weer dat Van Limmerbrouwer begon over India. En andere Kamerleden werden daar ook gek van. Je hebt echt voorbeelden dat Thorbecke zegt, nou, meneer Van Limmerbrouwer, gaat hij nou maar weer zitten. Want dit hoeft niet. En andere Kamerleden daarna, die dan ook zeggen van ja, het lijkt me toch ook een beetje uit de hand lopen. Wie is die Van Limmerbrouwer die de hele tijd over India praat? Men maakte hem ook belachelijk. Hè? Hij werd voor boeddhist uitgemaakt. Nou, als je in de 19e eeuw voor boeddhist wordt uitgemaakt, is niet heel positief. Althans, dat betekent dat je eigenlijk gewoon heel vreemd bent.
boeddhisme is overigens ook in de 19e eeuw ontdekt eigenlijk, hè, door het Westen. Daar wist men van tevoren niet af. Om maar nog maar even te benadrukken hoe interessant het is dat dat allemaal gebeurde in de 19e eeuw. Maar hij kwam dus niet uit de voeten. En in 1867 werd hij eigenlijk weggepest uit de Tweede Kamer door zijn fractiegenoten. Er ging ook iets mis met de menukaart. Het staat in het boek eigenlijk heel tragisch. Maar hij moest de Tweede Kamer verlaten. Ik kan me trouwens voorstellen dat u denkt, wat voor man was het nou van Limburg-Brouwer? Het jammer is, hij heeft heel veel nagelaten aan artikelen en bronnen. Maar je leest nooit wat voor echte man het nou was. Maar ik heb één stukje waarin iets over zijn persoonlijkheid wordt prijsgegeven door Vosmaer, zijn beste vriend, een grote Nederlandse dichter. Mm-hmm. Dat stukje, dat staat op... Kijk, dit is hoe die van Limburg-Brouwer, die dus bij de redactie zat van de Gids, hoe die dan schrijft Vosmaer over hoe die van Limburg-Brouwer daar rondliep op die redactie. Bijna nooit was van Limburg-Brouwer een donderdagavond afwezig. Hartelijk welkom was dan telkens zijn verschijning, boeiend en opwekkend zijn gesprek en helder als glas altijd zijn antwoord en verklaring op de vragen die men deed op het gebied van waar hij volkomen meester was, de filosofie en de Indologie. En de Indologie is de bestudering van India. Zelden kwam hij met lege handen aan. Als hij aan de tafel was gaan zitten en zijn sigaretten gerold had, trok hij enige bladen zwaar Hollands papier met keurig schrift beschreven uit zijn zak en vroeg hij met een glimlach, heb je nog een plaatsje om een stuk te schrijven? Wil je nog wat hebben over iets, over dit of over dat? Overtuigd was hij, nooit halstarrig in een oordeel. En hij die zoveel en zo juist wist, drong nooit iets op en had altijd een open oor voor een aanmerking van anderen. Het is wel interessant, want dan zie je dat hij van Limburg-Brouwer is, en dat zie je ook aan zijn geschrift, en heel iemand was die open stond voor anderen. Niet iemand die hield van polemiek. Niet bijvoorbeeld een multitudine, die ook graag ruzie zoekt zocht en confrontatie. Niet van Limburg-Brouwer. Maar het moet heel frustrerend voor hem zijn geweest, want hij schreef over India in de tijdschriften, hij werd politicus, hij kon daar praten over India, maar niemand luisterde echt. En zo kwam zijn boodschap niet aan, de boodschap dat Nederland meer moest kijken naar India. En toen is hij eigenlijk maar teruggegaan naar zijn roots. Hij kwam uit een schrijversgezin. En hij is zich weer helemaal op de literatuur gaan storten. Hij werd literair criticus. Als je die recensies leest van hem, zie je ook hoe bitter hij eigenlijk werd. Hij heeft in één jaar de hele Nederlandse literatuur eigenlijk helemaal al stuk geschreven. Hij zei, alles is slecht. En dat had ermee te maken, vond hij, dat als een roman geen groot idee bevatte, als er achter een boek niet een heel duidelijk wereldbeeld zat, vond van Limburg-Brouwer het eigenlijk een waardeloos boek. En hij zei, als je niet schrijft met een bepaalde visie en met een bepaalde maatschappelijke boodschap, doet je boek er eigenlijk niet toe. Dat vond van Limburg-Brouwer. Zo diep was hij bezig met zijn politieke standpunt. Hè. Dus absoluut niet iemand die graag schreef om mooi te schrijven, maar echt iemand die een boodschap had. Hij is er ook weer mee gestopt met recenseren. En toen is hij zich gaan zetten aan de enige roman en het enige boek dat hij in zijn hele leven heeft geschreven. Namelijk Akbar. Wie is Akbar overigens? Het boek gaat namelijk over een keizer in India. Een historische keizer die echt bestaan heeft. Keizer Akbar, die leefde regeerde van 1542 tot 1605. Was een islamitische keizer. U moet zich voorstellen, het boek speelt zich af aan zijn hof. Daar vinden allemaal intriges plaats. Daar komt een jonge prins aan die het leven aan de voeten heeft, maar die verleid wordt door vrouwen en die daar helemaal mee in de knoop zit. Het is een heel erg romantisch boek eigenlijk ook. Hij schrijft veel over de liefde van Limburg-Brouwer. Zelf heeft hij trouwens nooit een vrouw gehad. Althans, niet dat we weten. Dus, maar ik moest vorige week, of ik heb vorige week lezing gegeven
voor de hedendaagse familie van Limburg Brouwer. En die zeiden van ja, maar waar was hun vrouw dan? En viel hij dan op mannen? Kan natuurlijk ook, dat weten we ook niet. Maar er is één brief van Potgieter die hij schrijft aan Buske Nuet, twee literaire grootheden onder elkaar. En die zegt, hij heeft nooit een vrouw gehad, maar toen hij 16 was, had hij een vriendin en die heeft hem bedrogen. En daar heeft hij eigenlijk nooit mee kunnen dealen. Nou, lijkt me een beetje zwaar, maar misschien dat dat zo gegaan is. En dat hij daarom ook zelf zijn personage ook verleid laat worden door een hele sluwe vrouw. Dat even daar gelaten. Het is trouwens een prachtige roman, Akbar. Daar ben ik heel blij dat dat opnieuw is uitgekomen. Maar keizer Akbar, waar dat verhaal zich dus afspeelt, dat was, is nu nog, als je nu in India vraagt wie zijn nou belangrijke historische keizers hier, zal iedereen zeggen India, keizer Akbar. Keizer Akbar was dan weliswaar moslim, maar is zijn hele leven bezig geweest om alle religies in India bij elkaar te brengen. Hij liep ook zelf rond bijvoorbeeld met een hindoe tilak teken, de rode stip op zijn voorhoofd. Nam allemaal gebruik aan van de Sikhs in India. En was dus absoluut geen traditionele moslimkeizer. Werkte ook door de moslims in zijn tijd aan het hof. Die dacht, ja, wie is deze man? Dit willen we niet. En we willen dat zijn zoon aan de macht komt. Maar Akbar was een echte bruggenbouwer. Dus een paar jaar terug een grote Bollywoodfilm geweest over Akbar. Hele controversiële film ook. Want moslims vinden het nog altijd niks. Veel moslims natuurlijk. In India, het is een controversieel figuur, maar wel een heel tolerant figuur, dat staat bij elkaar. En hij wilde ook het christendom. Ja, ja. Ik laat straks een foto zien van de graftombe van Akbar en daarop zie je verschillende religieuze tekens naast elkaar, omdat hij iedereen bij elkaar wil. Eigenlijk net als van Limburg Brouwer, die dat ook wilde. Die ook wilde dat de christelijke kerk in Nederland niet de meest een soort van het gezag had, maar dat juist meerdere religies naast elkaar konden. En hij vond het een vreselijk idee dat de christelijke kerk naar het oosten zou gaan en naar Afrika om daar mensen te bekeren, om het mom van het christendom. Dat sprak hem niet aan, want een mens moest zelf nadenken. Dat was zijn standpunt. Je moet zelf zoeken. En niet door een geestelijke of door een openbaring jou laten vertellen wat je wereldbeeld moet zijn. Maar die twee leken dus in die zin wel een beetje op elkaar. Akbar en Van Nimmerbar. Heb jij dat gevonden? Maar toen had ik mijn scriptie af, want die had ik geschreven over Van Nimmerbar en zijn wereldbeeld. En toen dacht ik, wat moet ik nou doen? Want ik wil hiermee verder. Ik vind het onderwerp te interessant. Nog één slide terug trouwens. Dat is nog even interessant om te vertellen, want Akbar kwam uit 1872 en dat maakte ongelooflijk veel los. Hij werd eigenlijk direct in de eerste 10 jaar al vertaald in het Engels, het Deens, het Frans, het Duits. Was echt een bestseller voor zijn tijd. Zelfs in Nederland heeft het ook heel erg veel losgemaakt. Ik ben toevallig in Leiden lid geweest bij Minerva. En bij de Sociëteit van Minerva werd dus speciaal een bibliotheek opgericht. Omdat men dit boek niet meer kon krijgen. En ze dachten, ja, maar dit moeten we lezen. En eigenlijk daarom zijn ze toen die bibliotheek begonnen. Dat vond ik ook een leuk detail. Dat gaf maar weer aan dat studenten dit ook graag wilden lezen. Omdat dat boek Akbar ook heel prikkelend was. En mensen heel bewust maakte van de kerk en nieuwe denkwijzen. Dus het was een boek dat veel losmaakte. Hij heeft er zelf niet veel van meegekregen, want 3 maanden nadat Akbar verscheen is Van Nimmerbar zelf overleden. Thuis aan tuberculose. Dus hij schreef ook terwijl hij al echt ziek was. En het ergste is, hij is eigenlijk in India zelf nooit geweest. Hij wilde er wel graag heen, maar er is ook een stuk heb ik gevonden waarin hij schrijft, ik ben een keer in Twente geweest en dat vond ik eigenlijk al ver genoeg. Ik was geen reiziger. India was ook niet een land waar je even snel heen ging in de 19e eeuw. Het is toch een boottocht van 6 maanden, gevaarlijk. En zeker voor een echte kamergeleerde die graag thuis zit, is dat dan toch, dat doe je niet zo snel.
Het was dus geen reiziger, maar wel een reiziger in de geest. Hè? Dat is ook een vorm van reizen. En dat heeft hij zeker wel gedaan. Dus ik dacht, waarom ga ik dan zijn reis niet maken? En waarom ga ik dan niet reizen door India met Akbar in mijn rugzak, met zijn verhaal eigenlijk in mijn rugzak, en op zoek naar het India van Limmer Brouwer? Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest voor het boek. Dus altijd als mensen aan mij vragen, vat je boek even samen in twee zinnen, vind ik dat heel moeilijk, maar nu snapt u waarom, want je moet toch eigenlijk even het een en ander erbij vertellen. Kan ik wel iets sneller dan ik net heb gedaan, hoor. Maar kun je dat de volgende Maar ik dacht, Akbar, in het boek Akbar, in de roman, spelen eigenlijk drie plaatsen een echt grote rol. Dat is namelijk Delhi, Agra en Allahabad. Ik weet niet of veel van jullie bekend zijn met India. Een beetje, ja. En mevrouw is in Calcutta geboren. Maar Delhi, Agra en Allahabad zijn drie steden die liggen vrij dicht bij elkaar, hier ongeveer in dit gebied. En dat waren de steden ook waar keizer Akbar ook in zijn tijd eigenlijk gezeteld was. Belangrijke steden vroeger al. Agra is ook de plek waar de Taj Mahal staat, hè? Echt islamitische paleizen van India. En ik ben naar Benares en Calcutta gegaan. Eigenlijk ga je dan van Delhi de Ganges langs naar het meest noordoostelijke punt van India. En ik ga niet mijn hele reis hier samenvatten. In mijn boek wissel ik eigenlijk mijn reis steeds af met het verhaal van Limmer Brouwer. Dan ziet u ook dat het eigenlijk best wel op elkaar aansluit. Dit is bijvoorbeeld de graftombe van keizer Akbar. En de mooiste scènes in het boek van Limmer Brouwer spelen zich hier af. En dit is hier zie je echt ook veel verschillende architectuursoorten naast elkaar. Christelijke, islamitische, echt traditionele, hindoeïstische. En daarmee liet Akbar ook zien aan de mensen van, ik wil dat alles naast elkaar bestaat. Het is overigens niet gebeurd, want de zoon van Akbar was weer heel radicaal islamitisch. Dus dat heeft hij niet door kunnen gaan. Waar is dit in Delhi? Nee, dit is bij Agra eigenlijk. Agra is een bijzondere plaats in India, want daar zijn eigenlijk alle grote paleizen bij elkaar. En wat maakt de volgende slide? Kijk, hier zie je bijvoorbeeld veel soorten naast elkaar. Je hebt islamitische ornamenten, maar bijvoorbeeld ook een christelijk kruis. En je hebt hier ook meer traditionele hindoeïstische symbolen. En dat is bijvoorbeeld echt typisch Akbar eigenlijk, zou ik kunnen zeggen. Dit is ook interessant om even te laten zien. Want Akbar hield namelijk elke donderdagavond in zijn paleis discussieavonden. En dat gebeurde dan hierboven. En dan had je bijvoorbeeld aan de ene kant van de kamer had je een jezuïet. En aan de andere kant van de kamer had je dan een moslim, twee geestelijke leiders. Die moesten dan met elkaar in debat om raakpunten te vinden, raakvlakken. En in plaats van waar kunnen wij het niet met elkaar vinden, moesten ze zoeken naar wat hebben we eigenlijk gemeen. Hè, dat is echt dat moet toch heel bijzonder zijn geweest in die tijd. Dat een keizer dat soort avonden organiseerde. Uiteindelijk was Akbar zelfs zo bezig met het stichten van één rijk, dat hij een nieuwe religie begon. Een soort universele zonnegodsdienst. Het is totaal mislukt, maar hij heeft het wel geprobeerd. En wat hij bijvoorbeeld ook deed, dat is wel even leuk om te vertellen nog. Omdat hij zo bezig was met het zoeken van een manier om mensen bij elkaar te brengen, liet hij bijvoorbeeld twee baby's van twee verschillende stammen in een kelder zitten. Die liet hij opgroeien zonder enige scholing, in de hoop dat zij dan een soort menselijke taal zouden ontwikkelen, dat de echte universele taal zou zijn. Nou, na 15 jaar hebben ze die deur weer opengegooid en bleek natuurlijk dat ze totaal niet met elkaar
konden praten, maar en toen dus dat was ook niet gelukt. Maar het was ook wel, geeft wel aan dat het een, ja, hij was daar wel mee bezig. Kunnen we de volgende? En mijn reis gaat ook over mensen in India die ik tegenkwam. En dit is bijvoorbeeld professor Mukul Das, waar ik 2 weken mocht wonen. Dat is een gepensioneerde literatuurwetenschapper. En een hele bijzonder man, een blinde man overigens, die een paar jaar geleden blind is geworden. En zijn vrouw moet hem nu elke dag literatuur voorlezen. Heel bijzonder, maar ook heel tragisch. En toen ik aan hem het verhaal uitlegde van Limburg Brouwer, toen zei hij direct, die zienswijze, dat is mijn zienswijze. En heel bijzonder, elke namiddag, hij woonde in een prachtig huis, gingen we daar bijvoorbeeld naar het dakterras en dan was er 1 uur lang moesten naar de vogels luisteren. En dat was, en dan mochten we ook niet praten ook, maar dan moesten we helemaal in het moment zijn. En dat was zijn filosofie, dat daarin lag de sleutel tot wijsheid. En dan denk ik weer, dan zit je ook weer dicht bij Spinoza en dicht, ik zag op een of andere manier gelijkenissen. Niet zozeer dat die mensen elkaar allemaal kennen, maar een bepaalde levenshouding zag ik erin terug. En dat vond ik eigenlijk heel interessant. En daarom zei ik ook aan het begin van, dit vind ik interessante mensen. En wat mij betreft zit daar ook de sleutel in tot een goede samenleving. Die niet is gebaseerd op angst en op xenofobie, maar op wat men bindt. Waar de cultuur trouwens ook zo'n grote rol speelt. Hè? Het is ook mijn eigen reis geweest. Ik zei net, ik was 3 mijn eerste keer in India. Dat was op de Ganges. Dit is eigenlijk exact hetzelfde punt op de Ganges. Dus het is ook een boek over van, wat doet het lab met mij? En waarom speelt het zo, spreekt het zo tot mijn verbeelding? En daar wilde ik ook over schrijven. Want volgens mij zit er in het Indiaanse filosofie echt wel iets wat mensen dichter bij elkaar kan brengen. Ja, eigenlijk zijn het allemaal bruggenbouwers. Daar ben ik op die manier Becker tegenaan gaan kijken. En of je nou Spinoza hebt, of Schopenhauer, of Van Limmerbrouwer, of professor Mukul Das, zij staan in het leven als bruggenbouwers en zoeken naar bindingen. Keizer Akbar ook. En daarom heb ik het boek ook een eenzame bruggenbouwer genoemd. Het zijn weliswaar bijna, dat is ook nog interessant, allemaal hele eenzame figuren. Daar schrijf ik ook over. Maar wel met een boodschap. En met een hele interessante levenshouding. En daarom vind ik het eigenlijk toch belangrijk om dit verhaal te vertellen. Zeker in deze tijden. Want we breken toch donkere tijden aan. Dus het is belangrijk om je te laten inspireren door mensen die daar dwars tegen in gingen. En die heel eigenzinnig zijn. Nou, dat was mijn presentatie.